Dus je kunt zo mijn telefoonnummer krijgen. Ik ga het nu even niet zeggen, maar ik word graag gebeld. Geen enkel probleem. Kijk, en verder gaan we 12 uur debatteren, weer in de plenaire zaal, met allemaal partijen, 20 partijen, die allemaal voor's en tegen's hebben. Tjeerd de Groot heeft net een soort tsunami aan beledigingen losgelaten op de boeren, de vissers, de bouwers, de binnenvaartschippers. Iedereen wordt door de mangel gehaald, de hele agri-industrie. En uiteindelijk is het doel gewoon hetzelfde. Het is niet een technisch verhaal, het is een ideologische transformatie. Het is een, nou ja, ik mag het thuis niet meer zeggen, maar het is een soort neo-marxistische revolutie. En er zijn heel veel collectivistische partijen en die willen af van eigendomsrecht. Die willen af van vissers, die willen af van boeren. En iedere totalitaire staat begint altijd met een aanval op de boeren. Pol Pot deed dat, Stalin deed dat. En het is misschien een beetje heftig, maar we staan hier met heel weinig mensen, omdat daar iedereen wordt tegengehouden, daar wordt iedereen tegengehouden. En uiteindelijk is het een aanval die begint bij de boeren. En als we de boeren kapot laten gaan, dan gaan we met z'n allen kapot. Ik ook, ik ben gewoon een kleine MKB'er. Maar mijn bedrijf ligt ook onder vuur. Al onze bedrijven liggen onder vuur. En het gaat zo door. En als we het nu niet stoppen, dan stopt het nooit. Het is echt noemkoud, noemkwam, nu of nooit. Nu of nooit! Precies. Ik zag net een groene beret lopen. Ik weet niet waar die staat. Nou, ik zie hem nu nog steeds niet.